Hey, Alex Kroes, is hij nou genaaid of heeft hij zelf alleen maar domme dingen gedaan? Wat denk jij bij Ajax? Allebei? Zou heel goed kunnen, hè? Ja, ja, volgens mij is het dom om aandelen te hebben van Ajax als je bij AZ werkt. Ja. Dat lijkt me niet heel slim. En het is ook niet slim om vlak voordat je daar komt nog een keer extra aandelen te kopen als je weet dat je zelf de baas wordt. Ik vond het wel een teken van zelfvertrouwen. Die man die dacht, ik word daar directeur, ik koop aandelen, want dan gaat de koers omhoog. Nou ja, maar dat is een vraag of dat een winst... Skin in the game heet dat, toch? Dat je laat zien dat je betrokken bent bij een organisatie. Ja, maar ik las vandaag een stuk over de bestuursraad en eigenlijk kon ik daar heel goed in komen. Als jij namelijk als RVC, controlerend orgaan, weet dat iemand aandelen heeft, dan vraag je ook, wanneer hebben ze gekocht. En dan zeg je, joh, of bied je excuses aan, verkoop ze meteen, dan gaan we door. Het is maar net de vraag hoe graag je wil dat Alex Kroes jouw man wordt, dus jouw algemeen directeur. Dat moeten ze heel graag willen, want ik vind wel dat hij alle kwaliteiten en zijn cv is uitermate geschikt om Ajax te leiden. En ik was het wel eens met die mensen die 73% van de aandelen hebben. De bestuursraad. Die dan zeggen van, het is dom geweest van hem. Het was dom, maar het is door rood licht rijden. En ik vind het eigenlijk schandelijk als je nou hoort wat er met Van Praag gebeurd is. Ja. Die zegt dat hij een administratieve fout gemaakt heeft. En Alex Kroes, die heeft een strafbaar feit gepleegd. Nou, misdrijf, zei hij van de week. Hè? Toen het allemaal naar buiten kwam, zei hij, dat is dan een misdrijf. Kijk, dat is een beetje selectieve verontwaardiging. Ja, ik vind die twee dingen moet je wel... Misschien vinden ze Alex Kroes te lastig. Hè? Dat is het, want het is een stammenstrijd. Want dat zei ik net, het is maar hoe graag wil je hem hebben. En als je hem echt graag wil hebben en je denkt, dit is mijn man, dan had je dat gezegd. Ik denk dat ze nu eindelijk de goede te pakken hebben. Dan moet je dan als Ajax zijn er heel zuinig op zijn. Ja. Maar als meneer Kroes die hele oude hap eruit wil werken, ja, dan krijg je dit. En dat had hij dus al aangekondigd. Kijk, 23 november zijn er notulen naar buiten gekomen. Heeft hij verteld dat hij die aandelen heeft? Precies. Kijk, ook van de week is dit nog van Michael van Praag volgens mij. Ja, hij zei dat het allemaal niet zo erg was en dat hij die regels niet kende. Maar als je zo actief bent op de beurs en je wordt CEO van een beursgenoteerd bedrijf, iedere Nederlander dient de wet te kennen. Handel met voorkennis is een misdrijf. Het is op non-actief stellen en dat is onomkeerbaar. Maar op 23 november hebben ze het vernomen dus dat hij dat had. Hij heeft ook zelf gewoon een spreadsheet ingeleverd dat hij die aandelen had. Dan hadden ze daar moeten vragen, wanneer heb je ze gekocht? Je bent dus eigenlijk heeft de Raad van Commissarissen heeft dat verkeerd aangepakt. Ja. Hij heeft in die aanloop, nadat hij nou zo aan werkzaam zou zijn, heeft hij wel laten vallen, we gaan de bezem doorheen halen. Er gaan mensen uit, er worden nieuwe mensen aangenomen. Veel oud-voetballers worden teruggehaald. En ik denk dat een heleboel mensen binnen die organisatie hebben gedacht, maar wacht eens even, dan moet ik straks weg. Daar hebben we helemaal geen zin in. Ja. En die hebben hem nu gewoon geslachtofferd. Maar als die bestuursraad, als dat ook kan formeel, dat tegen kan houden. En die raad van commissarissen, die heeft ook heel wat miskleunen op hun geweten. Ja, bijvoorbeeld, hè? Ja. Want die hebben, die hebben de verkeerde directeur gehaald en de verkeerde manager, die hockeyer en zo. Is een ramp geweest voor dat Maar dit heeft volgens mij, wat Helene ook zegt, niets met zelfverrijking te maken. Ik bedoel... Nee, maar het is ook peanuts. Die man is multimiljonair, die heeft een vermogen van 15 miljoen. Ja. Dus dat is het niet. Maar het is gewoon ondoordacht wat hij gedaan heeft. Ja. Het is ook allemaal wel ver gezocht, hoor, vind ik. Ook van hem. Je brengt je ook wel in een moeilijke situatie, weet je wel. Je gaat bij Ajax tekenen. Maar het jaar ervoor had hij ook al aandelen. Ja, maar dan denkt hij, ik ga nog een pakket aandelen kopen. Want dan laat ik even zien hoe betrokken ik ben. Ja. Het is ook allemaal wel een moeilijk gedoe, vind ik. In Amerika werkt het zo dat je eigenlijk altijd aandelen... Ja, maar hij moet natuurlijk wel... Het is een slimme man. Maar in Amerika is het wel zo dat je ze krijgt, hè? Ja, oké, maar het is een stratege, slimme man. En dan weet je, ook als je bij AZ zit en bij Go Ahead Eagles, je moet weten wat de regels zijn. En anders moet iemand dat wel een keer verteld hebben. Dus in dat opzicht is het natuurlijk Ik vind het jammer. Kijk, die Raad van Commissarissen is erop uit om die man die kop eraf te hakken. Maar ik vind het jammer dat zo'n talentvolle man nu kapot gemaakt dreigt te worden. In ieder geval voor een domme overtreding. Ja, en ik vind ik vind dat niet meespelen, Johan. Maar het is ook zijn droombaan, weet je wel. Ik bedoel, Het is Ajax niet. Ja, oké, maar dat vind ik niet zo heel relevant in dit verhaal. Nou, ik vind het belangrijk voor hem. Begin maar je weer? Ja. Wat? Ik ga naar die set zwaaien, doei. Hey. Leuk jasje. Dank je. Een blauw. Ja. Mooi, moet Michael van Praag zelf ook opstappen, nu hij die 100 aandelen niet heeft aan. Nou ja, maar hij doet wel heel nonchalant over zijn eigen miskleuntje. Ja. Kijk, hoef je de doodstraf ook niet voor te hebben. Maar omdat hij zo beledigend ten opzichte van Kroes was... krijgt hij nou ook de wind van voren. En die Gerben Evers die zei toch van welke vereniging is hij ook weer? In ieder geval heeft hij ook bij AFM gezeten destijds. Die zei ook, het is een principe kwestie, dus als hij eruit moet... De VEB denk ik haast dan. Ja, ja precies. Dan moet Van Praag er ook uit. Nou, die twee dingen, ik vind dat zijn twee losstaande dingen. Die moet je niet met elkaar gaan vergelijken. Nee.